Hogeschool Utrecht brengt samen met de partners van Inside Out een uniek verduurzamingsproject in de praktijk. Het doel? Energieleverende flats bouwen. Aan de Henriëttendreef in Utrecht wordt op dit moment het eerste bewoonde appartement aangepakt. Slimme, multifunctionele gevels zorgen voor duurzame verwarming en ventilatie, terwijl ze tegelijkertijd groene stroom opwekken. Ons afstudeerscriptie vormde eigenlijk het draaiboek voor dit hele project, wat we gingen doen en waar we ons aan moesten houden en wat de plannen waren om hier een vervolg aan te geven. We hebben eerst aangetoond dat het mogelijk was, wat we wilden onderzoeken, dat het een flat energieleverend kon worden. Je ontwerpt eerst de jas van de flat en daarnaast de installaties, dus waarmee je warm water maakt, waarmee je zorgt dat de woning verwarmd wordt. Uiteindelijk is de energieberekening het belangrijkste onderdeel van zo'n onderzoek, omdat als die niet energieleverend is, dan hebben we dus niet de doelstelling gehaald. Paul en Joris zijn een heel goed voorbeeld van hoe wij graag willen onderzoeken en hoe wij graag studenten een bijdrage willen laten leveren voor het beroepenveld en voor eigenlijk de grotere maatschappelijke opgave. Door het in contact komen met het bedrijfsleven leren ze tijdens de opleiding van waar het echt over moet gaan. Vervolg op ons afstudeeronderzoek was het bewijzen van een proefwoning. Ja, dat is eigenlijk direct het jaar daarop is dat het vervolg geweest van het afstuderen. Tijdens het bouwen van de proefwoning hebben wij monitoring gedaan van het bouwproces. Dat heb ik gedaan samen met een student en hebben gecheckt of dat de prestaties geleverd werden. En die werden geleverd. In het lab hebben wij in onze klimaatkamer testen gedaan op de gevel en hebben gekeken of dat die luchtdicht genoeg is en of dat die te veel opwarmt. Van dit soort flats heb je wel 6000 woningen alleen al in Utrecht. Onderdeel van ons afstudeerproject was ook dat we dit concept op andere flats willen toepassen. Dus niet op deze flat waar we nu mee bezig zijn, maar ook op alle andere flats in Nederland. Er ligt nog een hele grote opgave voor de energietransitie bij de hoogbouwflats. En daarbij hopen we met ons project ook een bijdrage te leveren.